De afgelopen 6 maanden hebben we deze nieuwe Opel Astra K mee laten draaien in onze duurtestvloot. 6 maanden waarin we aardig wat met de auto hebben gedaan. We reden er half Europa mee door, onder meer om de autobeurs van Genève te bezoeken. We lieten hem aantreden tegen een gloednieuwe Renault Megane. We vergeleken hem met de Astra 1.0 Turbo. Wij hebben namelijk de 1.4 Turbo. We keken hoeveel er veranderd is in 25 jaar Astra door hem tegenover een Astra F te zetten. En we testen het multimedia systeem. Kortom, het waren 6 maanden gevuld met actie. En misschien is het daarom, maar het lijkt veel sneller te zijn gegaan. En dat komt ook een beetje omdat deze auto bijna uitsluitend lof oogste. Ja, zoals ik al zei, bijna alleen maar lof. Want de 6 maanden zijn echt voorbij gevlogen. Iedereen die in deze auto reed, en zeker als je er wat langer in zit, die beviel het eigenlijk wel heel erg goed. Dan ga je ook, die stoelen die zijn in eerste instantie wat hard. Maar als je er dan, nou, laten we zeggen, naar de autobeurs van Genève mee rijdt, een goede 1000 kilometer, dan ga je ze echt wel waarderen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die hele auto. Het onderstel is lekker soepel, maar niet week. Dus als je een keertje wat harder een bocht in gaat, dan is dat ook prima. Het multimedia systeem werkt goed. Eigenlijk alles in deze auto is gewoon degelijk, solide. En dat maakt hem heel prettig als je er wat langer mee moet leven. Dus dat is allemaal heel positief. Maar goed, dat soort dingen konden we ook allemaal wel in de eerste vergelijkende test zien. Maar hoe zit het nou met het echte duurtestgedeelte? De echte duurzaamheid van die auto? Nou, het benzineverbruik is ons alleszins meegevallen, want we hebben er bijna 23.000 kilometer mee gereden en het verbruik is over de gehele linie 1 op 13,5. En dat is op zich niet exceptioneel, maar het is een duurtestauto en die gebruiken we ook bijvoorbeeld voor fotografieklussen. En op fotografieklussen is het eigenlijk alleen maar optrekken, stoppen. Dus dat helpt het verbruik niet. Daarbij heeft hij de eerste helft van de duurtestperiode op winterbanden gestaan. En sinds de wissel naar zomerbanden zien we dat verbruik eigenlijk steeds meer omhoog klimmen. Dus het wordt nu rond de 1 op 14. Nou, dat is gewoon best wel netjes. Olieverbruik, heel klein beetje. Goede 23.000 kilometer en de pijlstok staat nu op ongeveer 20%. Dus laten we zeggen dat er een kleine liter uit is. Nou ja, had iets van 4.000 kilometer op de klok toen we hem kregen. Dus gezien het lage kilometrage is een litertje olieverbruik zeker niet gek. Betrouwbaarheid dan, nou op zich geen steek laten vallen, in die zin hij rijdt nog, er zijn geen onderdelen afgevallen, alleen er zijn wel 2 puntjes die op zijn gevallen. Het eerste is het multimedia systeem en daar hebben we al eerder over geschreven. Soms dan start je de auto en dan blijft het systeem zoals nu gewoon zwart en dan kun je aan en uitdrukken, er gebeurt gewoon helemaal niks, het reageert niet op aanraking, de achteruitrijcamera schakelt niet in, er is geen Bluetooth, geen navigatie. Kortom, dat is best wel vervelend, want soms is het 1 keer uit, dan weer aan, doet hij het weer. Maar soms moet je het ook 5, 6 keer herhalen. En er was een software-update, die hebben ze ingevoerd, toen leek het weg. Maar nu de laatste paar weken ja, begint dat hem toch weer parten te spelen. En hetzelfde geldt voor de wat rauw lopende motor bij stationair. Het zat erin, toen zeiden ze nee, dan moet je de airco aanzetten, want het is de compressor die lucht afblaast. Nou, toen leek het inderdaad verholpen, maar nu, de afgelopen 2, 3 weken, het is net alsof je ruikt dat het einde nabij is. Hij begint weer te stotteren en te hikken. Het is echt een soort schudden wat hij doet als je stationair loopt. Dus daar moeten we nog eventjes achteraan, want dat is wel echt een puntje van zorgen. Dat is dus niet die airco-compressor waarschijnlijk. Maar voor de rest, ja, zoals ik al zei, dat zijn 2 smetjes op een verder, ja, toch wel heel glansrijk seizoen.